Samen met professionele artiesten, waar wij dus als begeleidend orkest de professionele artiesten begeleiden, maar gelijktijdig ook zelf optreden. We geven ook aan de laatste zaterdag van oktober in de Sint-Baaskerk in Aardenburg een klassiek concert. En het concert wat nu voor de deur staat in oktober, dat heet de Rhapsody in Blue, want we voeren dat uit daar en met een pianosoliste die dus dat werk van Gershwin een gehoor zal brengen. We gaan nu verder met de Woodchoppersbal. Bal, de Woodchoppersbal, als een intermezzo naar het eindnummer.